Yo, Malse Makkers! Dames en heren, wat super dat jullie erbij zijn. Zo maar in de middag, zo'n ouderwetse live om half vijf streampie. Met die jongens. Ja, het is de tweede keer dat we vandaag live zijn. Het was echt mooi vanochtend ook die all day stream. Van 6 tot 6 was beloofd. Was echt genieten, joh. Leuk voor de mensen die er toen bij waren, diep in de ochtend. Nu gewoon een tweede bonus stream vandaag. Dat is mooi. Daar ben ik weer. Hebben jullie me gemist? Ik heb je niet gemist. Ik had eigenlijk niet door dat je even weg was. Maar ik ben heel blij dat je terug bent. Ik zal even die hond uitzetten, want dat vind ik... Ik vind die juist niet... leuk, joh, de woef, 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 woef. Maar ik ben niet in de stemming. Ja, oké, maar dan moeten we ook iets anders een keer hebben af en toe, hoor. Er moet een beetje afwisseling in. Dat moet echt gebeuren. Ja. We moeten even een nieuwe sound from the underground. Ja, een nieuwe sound from the underground. Tuurlijk is de oef leuk. Wat denk je hiervan? Woef, woef is leuk. Wat denk je hiervan? Ik zal die eerst even weghalen, dan kunnen we aan gaan passen. Timon, jou vind ik echt knap. Ik wil je zoenen. Liefkozen, kusjes geven op alle plekken waar jij toestaat. Okay. Trommen? Nee, jij. Zie je maar weer, hè? Zo, dat komt wel even aan, hoor. Dank je wel allemaal. Elk potje pak zo, pas zo'n dekseltje. Zelfs zo'n ranzig potje met echt slijk erin. Is hij zo ranzig dan die gozer? Nee, die jij, Timon. Oh. Dat is mijn hele punt. Waarom zou ik die gozer beledigen? Kijk hoor, ik moet het even opzoeken ondertussen. Waar zit je aan te denken? Want er moet een nieuw geluidje voor als iemand subscribe. Een deel dingen wat we willen. Wat middag willen. Chat, Peter en Timon. Goedemiddag joh, leuk dat je erbij bent. Ik heb wel een idee, moet even kijken. Want ik zit maar je wilt nog voor je houden helemaal. Nee, maar ik moet eerst even kijken waar ik het kan aanpassen. Want ik kan niet twee dingen tegelijk, is meer het ding. Oké. Okay. Mijn brein is een beetje beperkt. Ondertussen dat Peter het gaat fixen, gaan wij en wij iets anders gaan bedenken. Goedemiddag, gaan we Box Boy en Box Girl spelen. Dat is gewoon een puzzelspelletje wat een beetje... Snipclips-achtig is, niet echt. Maar het doet me wel aan denken. Het is een beetje een kool-puzzelspelletje. En dat is gewoon prachtig. We hebben het eerder gespeeld al. En die gaan gewoon verder. Ik zag Peter gisteren in de sportschool. Snap. Maar hij zag mij niet. Ja, jongen. Als je me wil zoeken, dan ben ik daar te vinden. Dus, Het is wel zo. Dan denk ik van, waar kan ik Peter best vinden? Dan ga je gewoon naar de sportschool. En dan zie je hem vaak wel. Maar hij ziet jou vaak niet, inderdaad. Dat is wel een probleem. Hij zit druk bezig. Hij zit in mijn zone. Ja, dat is niet normaal. Kijken, weet jij, ik weet niet waar je het kan aan, ze hebben het allemaal vernieuwd. Maar ik ga het aanpassen nu, dit is het perfecte moment. Ja, deel dan op zijn minst welk geluidje je wil met ons. Nee, ga ik niet doen. Dan ga je het voor ons voor je houden. Ga jij maar iets bedenken, dan ga ik het straks laten horen. Dan ga ik het niet dom omschrijven, zodat jij dingen dom omschrijft. Ik ga het horen en dan heb je de echte experience. Ja, oké, maar misschien is het gewoon echt een kut idee alsnog. Ja, dat zit er dik in, maar dan wordt er een... Maar dan zit echt te wachten, maar dan kan je een beetje idee krijgen, zeg maar. Als je al, zeg maar, iets bedenkt... Nou, ga ik niet doen. Qua geluidje, dan kan ik, denken, kan ik verder denken. Nee, ga ik niet doen, je probeert meteen te luisteren en ik ga het laten zien. Ik weet niet hoe ik het kan aanpassen, dus we kunnen het vergeten. Het was vroeg opstaan, maar wat een heerlijk streampie vanochtend, Timon. Echt genoten. De verrassing was goed, hè? Timon, maar jij, ik wil wel even één keer een shout-out doen. Timon is de laatste keer zo lekker bezig, want ik was gewoon moe ook. Ik kon het echt niet uithouden, bijna om 6 uur 's ochtends. Maar Timon die is gewoon scherp. Ik was ook moe. En normaal ga ik veel later uit bed natuurlijk. Maar ik dacht van, ja, het is wel gewoon een keertje leuk. Gewoon voor de mensen die er wel zijn. Het was niet heel druk ook. Maar het is wel gewoon leuk, zeg maar. Een keertje. En we zijn allemaal moe op dat moment. Ja, maar ja, je moet het ook nog kunnen, zo presteren. Ja, natuurlijk. We spelen gewoon een spelletje uiteindelijk alsnog. Maar dat is gewoon mooi. Het is een beetje exclusief en alles. Dat maakt het wel leuk. En ik denk dat we het wel vaker kunnen doen. Het gewoon rond 6 uur in de ochtend gewoon een keertje live gaan weer. Ik heb het! Oké, je hebt het. Hij heeft het te pakken. Oké. Ik stel dit voor, jongens. Let op. En even de stilte. Luister goed. Volledige stilte. Niet kijken, Timon. Ik ga wel kijken. Nou, waarom ga ik kijken? Dan is de experience is toch anders. Oké, kijk weg. Timon, ik samen met jou op een romantische reis door Latijns-Amerika. Even samen naar het einde van de wereld. Romantisch overnacht in een tentje. Je mooie kopje op mijn borstje. Terwijl ik langzaam je rug kriebel. Oh, dat vind ik wel lekker. Je hebt mensen wel dat echt vind voor ik je wel lekker. Gewonnen met die stream in de ochtend, hè? Ja, echt. Maar in de ochtend speciaal, dan heb je echt een band met mensen. Lekker pizza eten. Wel met ananas, toch? Liever niet. Denk hier van deze sound. Weehee!
Weehee. Gewoon weer Mario die in plaats van oef, weehee zegt. Denk hiervan. Jij hebt nul ideeën. En dan ga je maar enige idee ga je al afkraken. Wat is jouw idee? Niks. Dan heb ik een leuke weehee. Wat is jouw idee? Deze. Nee, niet deze. Wacht even. Ik weet ook niet hoe een eerste welke geluid. Okidoki. Oké, dat is wel een geluidje. Ik weet het niet. Oké, Toad. Mijn originele idee was Toad. Mamma mia! Nee, geen Luigi, Peter, alsjeblieft. Oeh. Die ken ik, of was dat hem niet? Ik weet niet. Wat denk je hiervan? Old School Yoshi. Nee, dat is wel leuk. En dat Old School Yoshi is wel leuk. Wat denk je hiervan? Nee, dat vind ik niks. Daar schrok ik zelfs een beetje van. Het is wel lang, er zitten veel pauzes tussen die effecten. Nee, joh, dat doet echt pijn aan mijn oren, die stemmetjes. Ik zal even delen wat ik laat zien, dat is misschien wat handiger. Anders denken jullie, wat zijn we nou aan het doen? Want we willen dus een nieuw geluidje voor als iemand subscribt. Een nieuw geluidje in start. Want de oef, die kennen we nu allemaal wel, worden allemaal chagrijnig vanzelfs. Weehee! Ze hebben hier allemaal sound effects. Dat is wel leuk. Maar die rippetippen, die is wel leuk. Dat is leuk. Dat is echt een geluidje. Wat is het fucking zo? Wie is dat? Ja, dat is hem wel. Dat is goed. Als je zo'n boost doet, doet hij dat wel eens. Oké, maar dat zit zo. Yahoo! Nee, deze is echt zeer aan mijn oren. Wow. Die doet een beetje lang. Nee. Dat is echt, die gilt echt als een mal in mijn oren. Is dat Toad? Ja. Ja! Dat is ook gaaf. Is dat ook Toad? Ja, als je boost. Nee. I'm the best! Dat is echt een geflipte Toad gewoon. In mijn hoofd klonk je veel anders. Het nieuwe geluidje moet zo'n vrouwelijk schrikgieletje van Timon in een horrorstream zijn. Ik ben er niet geschrokken. Ik schrik nooit, dus het is heel moeilijk om er een geluidje van te vinden ook. Ja, echt die gozer. Die gozer dacht, ik doe even 10 seconden stiltes tussen het geluid en dan kun je even lachen. Maar weet je wat ik wil? Ik wil refresh around the world, zeg maar. Ik wil gewoon, we hebben Mario gehad. En dan wil je een stapje verder. De gekke kwakers, hebben jullie al gehoord van de VR-update voor Smash? Nee, die kwam niet. Ze update het niet, die klote Smash. Kijk, dan heb je dit geluidje. Zit ze hier echt in? Ongetwijfeld. Als je geraakt wordt of zo? Dat klinkt toch blij? Ja, fire! Oké. Here we go! Ik wil gewoon helemaal refresh. Maar ik heb een. Ja, geef een idee! Ja, maar dan moet je dus. Dan moet ik dus bedenken! Nee, we moeten er gewoon even kijken. Deze ga ik voelen. Wacht. Ik heb liever een fietsende cavia als subgeluid. Jonk, echt. Ik ben echt. Hou dan maar bij dingen waar je wel goed in bent. Stil zijn. Pauze, let op deze, jongens. Wacht, waar is die ene? I'm gonna win! Waar heb je het nou weer over? Dit is een eentje waar Mario toch helemaal gaat babbelen ja, en zo. Ja, maar dat is een ander. Dat is bij, daar gingen we die boost... Nee, wat gingen we doen? De boostgeluidsgeving. Nee, we gingen... welk geluidje zochten we nou? De box, die hitbox, die box. Die vraagtekenbox. Maar dat waren, nee, maar dat waren wel Mario Kart items. Nou... Nee, dat was een andere... Mario Kart. Doe het mlum geluidje van Yoshi. Die is wel goed. Die is goed, die staat nu nog op nummer 1. Deze bedoelt hij. Oh. Dat is wel lief. Oh, ja, is wel lief. Sound effects, hè. Dit hier moet hier tussen staan. Daar zat een goede robot. Obscure Mario. Ja, die heeft nog nooit iemand gehoord. Ja, bij die zat hij. Ja, de bovenste. Deze? Ja. En helemaal op het laatst. Helemaal op het laatst gaat hij. Ja. Komt hier, jongens. Hier zit ook een plaatje. Het is een mooi plaatje ook. Mooi plaatje voor gekozen in die video. Nee, het is niet bij deze. Het is bij de andere. Eentje video terug. Nee, video terug. Dat is niet deze video. Weg bij deze video. Doe dit. Godverdamme. Het is, ja, de character. Oh nee, die heb je net gehad. Dan is het de fools. Is het niet half English fools? Deze clips? Mag van mij weer terugkomen. Pak is dit aan? Ja, die is goed. Toen hadden we ook iets anders. Refresh was het. Dat is goed. Nee, dat is deze niet. Nee, deze hebben we net aangeklikt. Dit is hem niet. Ja, Timmermannetje. Je zegt dat het dit elk... Dit is hem. Deze. Ja, dit is hem. Komt-ie. Dit wordt hem, jongens.
Nee, dit was een bouncer. Nee, dit is een verkeerde. Dit is een verkeerde. Ja, maar misschien zit hij hier wel gewoon tussen. Nee, 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 want Mario gaat echt mompelen en zo. Dit is hem niet, dit is hem niet. Even kijken. Nee, ik weet het niet. Nee, ik weet het niet. Denk hiervan. Wat denken we hiervan? De T-Rex van Jurassic Park zou ook wel goed zijn, ja. Nee, voel ik niet. Dat voel je niet? Nee, hoe voel je die niet, joh? Je hebt niet echt een goede clip en het springt er niet echt uit en het blendt met de achtergrond. Dat hoeft niet. Idee. Het is een kut idee. Nee, het is echt een kut idee. We snappen er echt helemaal niks 13 van. 13 maanden en bijna E3. Wat een feest allemaal. Dit is hem. Dit is goed. Is het hem? Nee, het is hem niet. Ik wil weg uit de Mario-zone. Ik heb dat gehad. We hebben Mario gehad. We hebben Call of Duty gehad. Anders van die Call of Duty voel ik, als die terugkwam, voel ik wel echt compleet. Nou, maar we hadden nieuw. Mario 64 en ik voel Mario Kart 64. Nee, Mario hebben we gehad. Het ja, is maar fresh. Jij hebt echt een kut idee. En dit is gewoon een briljant idee. Jurassic Park. Het is niet jouw idee. Het is niet jouw idee. Maar over die mijn idee zou een goed idee te zijn. Oké, deze. Alleen Peter's idee is goed. Nee, ik ben uit de Mario. Geen Mario. Ja, ook geen T-Rex. Doe een Pokémon dan. Ja, Timon. Ja, nee, ik geef andere voorbeelden. Wat doe je goed voor? Pikachu hoor je nee, dan. Ik dacht, die Wartortom, maar die hebben we ook al gehad. Dus dat maakt niet uit. Dus we moeten gewoon even... Een dino is... Als je dino niet goed gaat rekenen, kom op. Timon. We moeten een nieuwe era instarten. We kunnen niet weer terug gaan naar de oude. We moeten... evolueren, moet het beter worden in het leven. Ja, we kunnen maar het is gewoon geinig. Het is niet geinig als het weer hetzelfde is. We moeten gewoon naar beter. We moeten verandering hebben. Ik had een betere, Mario Kart. Nee, dat is precies hetzelfde. Dat is precies hetzelfde. Welke dingen vind je nou mooi in het leven? Mario Kart 64, Mario Kart 64. Daar heb ik Mario Kart 64 is niet eens de beste Mario Kart ook nog. Dat is gewoon een kut Mario Kart zelfs, ga ik zelf zeggen. Ja, in ieder geval is ik je mooi ik laat je lekker je ding doen, gozer, want ik ben helemaal klaar met je. Wat is deze? Battle! Congratulations! Mario. Data! Mario Grand Prix! Oké? Okay. Options! Wat gebeurt hier nou? Select level! Oké. Okay. Select map! Dit zit niet eens in het spel. Select your player! Time attack! Effect eroverheen. Vases! Zonder effect eroverheen. Dit is Mario zonder effect. Mario effect. Ja. Nu ga ik wel vinden. Oh, here we go. Okay, bingo. Nee, Mbarawa. Hier, let op. Yahoo. Here we go. Wie is dat nou weer? Ik weet niet. Dit is gewoon fan-made. Dit is fan-made, denk ik. Ik weet niet. Au, 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 au. Yahoo. Wie is dit? Hee-hee. I got it. Nee, hey, you very good. Deze. Hey, you very good. Ja, die is leuk, maar ik heb... Nee, hier maar, jongens. I got it. Hey, you very good. Dat is heel hard. Die is wel goed. Die is wel goed. En nu ga je wel eens goed vinden. Nu ik maar nee, ik ben geen Mario. We zijn klaar. De Mario is geweest, zeg maar. Oké, dan moeten we niet zo dom doen. Dan moeten we gewoon met onze ogen kijken in de chat. Waar honderden mensen zitten met honderden ideeën. Peters Mario stem klinkt beter. Dankjewel. Ik heb het toch vaak gezegd. Het is wel echt zo. We moeten gewoon iets wat we mooi vinden. Dan moet erin gaan stoppen. We kunnen toch niet... Je bent het gewoon een beetje mee eens. Je moet gewoon een nieuwe stap maken in het leven. Oh, wow, 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 wow. Nee, is kut. Welcome to Mario Kart. Ik wil gewoon even luisteren. Dus daar komt hij wel. Heeft de chat er al eentje te maken? Nee, ja, kut idee hebben die ook alleen maar. Echt Timon, kut ideeën. Je hebt alle ideeën afgekraakt, maar je hebt er zelf nog nul gehad. Je zei, doe een Pokémon. Oh ja, die hebben we al gehad. De Dino era is goed. De Dino era is voel ik. Deze, oké. Okay. Dan gaan we eventjes met voorbeelden. Wow. Mag niet van Timon. Dat is leuk, maar mag niet. Dat mag niet van Timon, omdat hij een era, het woord era heeft bedacht. Ja, klopt. Die is klaar gewoon. Een Pokémon, maar dat hebben we ook al gehad. Dus dan mag het niet meer. Ook al vinden we het unaniem leuk, mogen we het niet meer doen. Dat mag niet meer. De Dino era, ik voel hem. Ik voel de dino deze era gewoon. Deze knaken zijn specifiek voor Team Pieter. Ja, dank je nou niet aanmoedigen. Dino. Ik heb gewoon, ja, ik ben gewoon lekker bezig. Ik ben gewoon lekker bezig. Hier is de maandelijkse reminder dat jullie de Yoho Yoho game eens moeten spelen. Google de Yoho Yoho game, zeg maar. Ik niet meer op mijn computer, joh. Ik heb geen disketten. Wat denken jullie van deze? Dat is echt een kut idee.
Yogo, Yogo. Mijn gozer weet niet eens hoe je Yogo, Yogo moet schrijven. Dan ben ik ook snel klaar hoor. Wat is dit nou weer allemaal voor lekkers? Ja, nee, dat ziet er niet zo lekker uit. Ik weet niet wat het is. Een maand gratis. Wacht even. Dit kan me helemaal niet bekijken. Jawel, dit heb ik echt nog nooit gezien. Ik heb wel de geur van yogi in mijn neus nu. Dit yogi oma. Maar ze noemen het yogi als slang, als straatslang. Dit heb ik echt nog nooit gezien in mijn leven. Zonder geluid, klopt dit? Nee, ik heb geen nul nostalgie. Wat is dit nou weer? Sabbeltje, nu zit je er echt helemaal naast hoor. Je hebt hem weer geflikt, Sabbeltje. Ja, dat is klote. Weet je wat ik erop te zeggen heb? Battle! Weet je niet? Ja, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Misschien moeten we er nog even over nadenken. Avond, maar nee, we gaan het nu bepalen. We gaan nu iets anders doen. Mijn vriendin. Bedankt dat je het zo lang met mij uithoudt. Liever zo kleiner lief. Dan drie. Die Silent Janine is zo... Zo lief. Prezi vroeg van dat Axel F ding. 53 maanden en nog steeds Janine noemen. Dan ben je ook helemaal gek. What's going? Dit kan weer niet. Peter. Wat? Ik wil helemaal gewoon even... Laat even één keer die T-Rex horen. Gaan we even kijken hoe het staat. Congratulations! Wat denk je daarvan? Nee, ik wil geen Mario era meer. Geef mij een T-Rex. Nee. Mario Grand Prix. Oké, we gaan wel een saaie T-Rex. Ik kan het... Een saaie nou. T-Rex. Hoor hem nou. Clip dit, jongens. Hebben jullie dat gehoord? Dan kun je het even terugspelen. We kunnen net gebouwd doen. Nee, wel... Oké, let op, hè. Let op. Let op. Oké, met... Wil je ook met regen? Nee, nee, wacht. Met zijn kopje erbij. Dit stukje... Het slaat nergens op. Oh, Mario, die oef zegt slaat ergens op. Maar laat hem brullen. Ga niet laten grommen, hè. Brullen, hij moet brullen. Hij moet een classic sound maken. Doet hij niet. Nou, gaat hij niet brullen? Ik heb gehoord dat dinosaurussen helemaal niet brullen, waarschijnlijk. Nee, dat boeit mij dat helemaal niks. Inaccuraat. En dat vind ik kut, want ik ben dinosaurus liefhebber. Must go faster. Nee, is kut. Is dit een olifant geluid? Hey, ja, Timo, wil je een olifant? Kom even, Timo wil een olifant geluid. Jongens! Waar heeft hij een olifant geluidje? Luister. Oh ja, dat vind ik leuk. Een olifant geluid. Timon, hey, wil je dat doen? Waarom heeft hij een olifant geluid? Oké, Timon, dan gaan we dan. Wat een briljant idee. Elephant sound. Nou, dat voel ik misschien toch wel eigenlijk. Het is meer een T-Rex. Het is wel meer T-Rex. Boom, dat is hem. Ik vind het echt helemaal kut. Boom. Met boom erbij. Kan die boom erbij halen? Ja, met... Zat hij erin? Ja. Boom. Kijk, dit is hem. Als iemand subt, dit is hem. Ik vind het helemaal kut. Ik weet niet of ik dit wil houden. Jawel, dit is hem. Ik voel hem wel echt. Ik voel hem met boom ook nog. Het lijkt net of ik hem elke keer boom ook gewoon. Ja. Iemand subscribe, boom is het. Dit is hem. Oké, even kijken of ik het kan toevoegen of dat het probleem is. Mensen die willen subscriben, wacht even met resub of zo. Wacht, zometeen kan je de olifant met boom ook nog erbij. Dan weet je echt dat het hem is. En dit is de nieuwe era waar je het over hebt. De nieuwe goede era. Kijk, Het staat gewoon bovenaan hoor, dit is hem. Even opslaan en beneden scrollen, opslaan. Ik weet niet of je dat doet. Dit is hem. Dit is hem jongens! Ja, dan komt iemand! Boom! Oh nee, dit was nog niemand, dit is alleen een test. Dit was een test. Gewoon even kijken hoe het voelt. En dan zien we, dan gaan we ondertussen kunnen we wel even verder zoeken ook nog. Oh, ik dacht het is gewoon een slam bam. Oh, dit is een spelletje. Kom net binnen, wat is er aan de hand? Ja, dus we moeten even een nieuw geluidje voor de oef hebben. De oef is kut, nou, hebben we gehoord. Te doen hoor, nu denk ik. Opslaan, dit is toch... Ik ga een test doen. Oké, gaan we een test doen. Boom. Nou, ik dit is A-test. Hij doet wel een boom bij zijn knikkie, maar voor de rest vind ik het helemaal kloten. Oh, ik dacht dat ik aan het knikje een boom wel eens heb gezien. Boom. Nee, dit helemaal niet op zijn boom. Anders is hij goed. Oké, dit is kut. Dit is gewoon kut. Maar ik verpestte die olifant op zich is wel goed. Maar dat is, ja, oké. Oké. Boom. Boom, boom. Lekker deuntje, jongens. Nou, nu zo is hij echt, werkt hij wel beter. Option. Select map. Select the left. Oké, ik ga even nadenken dan. Ja.
iconisch, maar een beetje... Het moet een beetje gaar zijn. Ja. Beetje geinig. Ja. Maar, en een beetje een feel hebben. Tuurlijk, de feel is wel belangrijk. Het moet wel iets leuks zijn, wat we leuk vinden op zijn minst. Heeft Dungeon Keeper nou niet iets prachtigs geluidje? Ja. Ja, 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 dat is het toch, die gozer gewoon. Je hebt een deur, wat zegt hij allemaal? Deze is een stuk lekkerder. De schatkamer is te klein. Als, ja. Die, als er, hoe heet het? De schatkamer is te klein als de donatie komt. Gordo! Dit is hem, dit is hem. Nederlands. Maar weet je wat het is, Tim? Dat is alleen leuk voor ons. Ja, maar je hebt nog 30 minuten te gaan. Wat je is hebt dit, nog ja? 20 minuten. Nee, dit te is hem gaan. Niet. Je hebt nog 10 minuten te gaan. Kom met z'n effect. Hebt nog 5 minuten. Je hebt nog 4 minuten. Oh, dus nee, dit is Dungeon Keeper 2, joh. Ja, maar die andere kant van die. Wat is dit voor een leuke video? Bom. Nou. Zo, wat is dit voor een video? Paar advertenties erin. Er staat ook flink hard, die intro. Echt, weet je dat Dungeon Keeper dood is? Dat is een van onze video's. Waarom komt Dungeon... Ja, waarom ja, komen onze niet. Video's bovenaan? Dungeons and Dragons. En we hebben misschien... Hoe noemden we onze Dungeon Master? Was dat ook niet een keeper of zo? Ik vind het helemaal niks. Ik voel hem wel. Dankjewel, Odin the Warrior. Nee, staat er echt niet tussen, maar dat is wel leuk, hoor. Ja, anders konden we het in ieder geval overwegen, Kom. Maar... Gevoelige gans, dankjewel voor je suppie. Maar ik heb geleerd van andere streamers ja. dat het verwarmd is. Ja, stemmen, hè. Stemmen is irritant. Wat dacht je van die Wilhelm Scream? Nee, nee, ik ben tegen de Wilhelm Scream. Iedereen is altijd van, oké, de Wilhelm Scream, maar er zit in elke film. En ik denk, is dat leuk? Voor wie is nee, het leuk? Nee, is kut. Die is heel kut. Chris kut, Timo, kom maar, we zitten op het lijntje. En over 3 jaar... High fives zijn ook kut. Dus elke zin in mijn handen. Ja, dat moet eel creëren. Moet gewoon zeer. High fives zijn Your creatures are becoming angry. Your creatures are angry. They have nowhere to live. Your minions are annoyed. You cannot pay ja, them. Ja, je minions are annoyed, maar dan in het Nederlands. Dat zou toch Tim, mooi zijn? The enemy has died and returned. Ja, het is waarschijnlijk wel erg... Slaven zijn geïrriteerd, gewoon als iemand subscribt. Ja, slaven en onderdanen. Ja. Design has been discovered. A trap design has been discovered. Your creatures have been doubled in number. Your creatures have been blessed. Your jobs. Game loaded. Games. Ja, maar het Engels is moet niks. Wel te vinden zijn, hoor. Crazy Frog, let's go, baby. Een ring. Van is het niet alleen gaar en voor de rest niks? Nee, je hebt nog 2 minuten. Met een vuurvlieg. Deze de man, zit hij nou te mompelen, deze gast? Waarom was jij niet voor ingehuurd? Wacht, Timo, heer, laat me elke keer blozen. Dat jij prima in kunt zijn. Zou ik zeggen, oh, je vuurvlieg is... Ja, ik weet het niet zo goed. Ik moet eerst inpraten. Er is ontevreden slaapgebrek is genaaid. Werk heeft. Wat dan? Hij wilde een nummertje doen van... Kan je het even aanklikken? Rock-a-doodle. Ik kan previewen en dan horen mensen het alsnog. Hanekam de Rocker! Ja, echt? Bom. Mannen. Middag. Avond. Kukkelekuur, wat een naam. Kukkelekuur! Ja, dat voel ik wel. Ja! Kijk, dit moeten mensen zien, joh! Ja, dit moeten mensen zien! Ja. Dit moeten mensen zien! Iedere keer Hanekam de Rocker toch wel. Hanekam de Rocker. Dankjewel, Koek, voor de resub. Geniet hiervan, Koek. Dat vind jij mooi. Dit vind jij mooi. Dan moet je Hanekam de Rocker doen. Hanekam de Rocker. Nederlands. Ja, dat is, lijkt me heel Nederlands. Want dan zie je al die voice niet geen making of. Die kukkeleku wil ik horen. 6 seconden. Mentos, Chewy en Fresh. Wat denk je hiervan? Kleine verfrissende snoepjes. Denk je hiervan? Wat denk je hiervan? Waarom wordt iedereen bij ons opgelicht? Is het probleem? Klonk. Ja, dat plink is leuk. Freshness ja, in a bite. Oké, okay, kom maar. Nu echt genieten. Jij voelt hem echt helemaal. Beetje lang voor hem. Ja, maar hij is wel genieten. Maar elke suppie is er echt intens genieten is het dan ook. Elke suppie, hè. Saved. You have defeated an enemy keeper. You have... In het Nederlands, Peter. Ik wil die in het Nederlands horen. Ja. Oh, genieten. Maar mensen, een geluidje voor de suppie. Denk even na. Denk nou even 1 keer na. Geen kut idee. Alleen maar echt droomidee hebben nodig. Kijk, ik zit ook te denken aan spelletjes of zo. Gelukkig heb ik jullie nog. Perfect.
Nee, maar ja, pratende dingen is wel een beetje verwarrend. Het zit die chill beat even aan, joh. Gelukkig. Ik mis Rick, ga ik ook gewoon zeggen. Ik ook, man. Mis die gozer. Het doet me pijn om hem niet op ons kanaal te zien. We hebben geprobeerd te onderhandelen, maar die Dylan houdt echt zijn poot stijf, joh. Ja, de lekker van kapitein Cook. Lekker. Ja. Ja. Nou. Ja. Misschien. Of Everton Jury. Nee, maar wat is dit is voor gewoon een videootje, joh. Ik weet niet. Ik heb zin om te klooien. Oh, een mooie microfoon. Kapitein Cook zoekt ook. Kom. Goedendag mannen. Even het streampie meepakken na wederom weer een succesvolle zakenreis op deze hemelvaartsdag. Dankjewel voor je recipe. Daar zijn ze. Kom. Lekker. Hallo. Hij dus, ze is in mijn hoofd veel korter, maar gaat echt 10 minuten. Het is zo lekker is. Lekker. Kom. Hey, mafkizzies. Ik kan niet geloven hoe lekker die koek is. Zeg maar. Dan moet hij gewoon. In de script stond er echt 1 seconde. Lekker. Ik kan niet alleen lekker. Lekker. Nou, dat was een perfecte knip. Lekker, vloek. Lekker. Kapitein Koek van Pijnen. Kunnen we even inplakken? We kunnen even kijken hoe het voelt. Even kijken hoe het voelt. We moeten gewoon aanvoelen. Want die olifant voel ik niet eens bijna. Nee, dus ik maak er nog wel wat van met mijn boom, maar. Ah, daar zijn ze. Lekker. Kapitein Koek van Pijn. Oké. Burgeravontuurlijk lekker. Opkutten. Gaan we even knippen. Boom. Lekker. Even kijken of ik hem hier kan knippen dan. Ik hiervan. Nee. Lekker. Nee, niet alleen de lekker. Lekker. Nee, hij moet hem. Lekker. Niet alleen lekker. 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 Geen zonder flonk dan, zonder flonk. Waarom? Dan is het zo. Oh. Nee, ik weet het niet. We doen deze Valentijn, maar laat niet op een gekheid zien. Die sikko weer, of niet? Oh, René heeft een veel te groot. Een veel te grote hond genaamd sikko. Lekker. Nee, lekker. Hij moet een beetje. Of alleen dit. Nee, niet alleen flonk. Een slechte vloentje dat ook. Maar je moet niet te lang geluid hebben. Nee, maar lekker is goed. Dat is precies goed. Echt. Nee, vanaf hier. Vanaf denk hier. Wat ik nee. Hier van. Nee, niet ah. Daar zijn ze. Nee. Komt ie dan. Nee, vanaf hier. 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 Lekker. Dit is hem. Dit is hem. Lekker. Dit is hem. Oké, stop hem maar in. Vloenk opnieuw. Nee, zonder vloenk. Lekker. Grootste E3 Nintendo droom vraagteken. Ik ga het je zeggen. Nieuwe From Software game, waar George ook aan meewerkt. Dat wordt echt gereleased op Nintendo only. Lekker. Zonder vloenk. Doe het zonder vloenk. Even de chat. Met of zonder vloenk. Met jongens. Of zonder vloenk. Moet die vloenk erbij. Met vloenk. Zonder vloenk. Even stemmen. Duimpje omhoog. Iedereen. Voor lekker vloenk. Nee, zonder vloenk. Wat dacht je van die Wilhelms Cream? Nee. Hou nou. Hop op. Lekker. Een paar jungle beats. Lekker. Nee, waarom die vloenk? Want ik zal even kijken, kan ik er ook. Zonder vloenk. Dit is goed, die vloenk. Zonder mensen vloenk met en vloenk. Zonder jungle beats. Allebei niet. Het is gewoon kut. Lekker. Nee, dat is kut. Nou, doe maar in. Maar ik wil eigenlijk zonder vloenk. Wacht, ik ga even kijken. Wil hem zelf niet zo lang houden, dan ga je met vloenk ja, doen. Ja, maar wil die jungle beat even niet horen. Even kijken of ik dat kan fixen. Gewoon door die vloenk eraf te knippen. Lekker. Nou, veel plezier met die klote. Je verpest gewoon een kapitein koek voor me nu. Lekker. Nou, stop hem maar in. Het is wel lekker. Hij zegt het goed, maar die zonder die vloek, dat klinkt amateurig. Het lijkt bijna mislukt geknipt, zeg maar. Het lijkt niet gewoon slecht, is het meer. Zeiden we niet dat we het halfgaar wilden ja, hebben? Daar is kapitein koek toch al voor, het halfgare gedeelte. Lekker. Ik doe even eentje ook zonder. Ja, die is beter. Lekker. Ja, hij vindt het lekker hoor. Hij vindt het echt smikkelen zelfs. Dan stop hem maar in. Je doet echt zoveel moeite voor het gekote geluidje. Kapitein Koek, lekker smikkelen. Lekker, inderdaad. Knal hem maar in, Pieterman. Dan kunnen mensen eindelijk. Nu hebben mensen echt een reden om te subscriben op ons. En ik zeg, hoppatee. Maar ik vind het dus zielig en het is bijna manipuleren, weet ja, je wel. Het is wel manipuleren, natuurlijk. Ja, maar het is ook gewoon slim marketing. En daar hebben mensen onze kijkers respect voor, dat weet je ook. Kijk, is dit zonder vlonk? Dit is zonder vlonk. Hoppatee.
Select. Je hebt hem niet gedaan. Je hebt hem niet geselecteerd namelijk. Nou, let op. Moet jij eens even opletten? Ja, ik let op. Je hebt hem niet geselecteerd. Je hebt het verkeerde geluidje erin. This is a test. Nee, wel. Staat... Oh, nice. Oh, Peter, die is zo... Je zegt het allemaal wat hij moet doen, weet je. Maar hij snapt het gewoon niet. Het is een beetje zijn ding. Oké, okay, ja. Lekker. Ik heb een persoonlijke bias. Waar is die flonk? Wat is je bias? Spartans! What is your profession? Ik kom mijn keelgaatje uit. Nieuwe era. Jij moet het doorstromen. Je kan niet blijven hangen en zeggen... Oké, Peter, doe een test. Doe een test, Suppie. Doe even een test, Suppie. Ik voel hem. Lekker. Ja. This is a test. Ja. Ja! Zonder flonk. Zonder flonk. Duwert zegt het. Zonder flonk. Hij kreeg alleen geen sicko om een of andere reden. Ja, volgens mij kwam het omdat het... Ik weet niet wat moet je testen doorheen deed, ja. Ja, ik weet niet, ja. Waar is de flonk? Ja, maar ze probeert hem één keer met flonk dan. Ja. En kijken of dat beter is. Maar het is een slechte flonk. Lekker. Met flonk. Zonder flonk. Mijn vriendin boeit het geen reet, zegt ze. Zonder... Die boeit het dus niet. Kan jij vragen of dit beter dan is, zeg maar? Lekker. Is dat beter of... Epke die verneukt gewoon zijn geld. Ja, dat zijn wel erg balen. Moet je negeren ook. Daar moet je niet op ingaan. Moet je niet supporten. Wil hij ook niet. Lekker. Nee, this is a test. Ik weet niet of die flonk. Moet eigenlijk een hele nieuwe animatie erbij niet, eigenlijk ja. ook. Als je een nieuwe sound hebt, moet je eigenlijk ook een nieuwe animatie. Ja, maar dat is zonde van die sicko. En die sicko is wel goed. Ja, maar wil je een nieuw feel introduceren? Lekker. De flonk is niet, ik voel de flonk. Ja, hij flonkt hem, maar de flonk is niet perfect. Als die flonk goed was ingesproken, was het beter al. Het is een slechte flonk gewoon. Hey Peter en Toontje, vandaag kijk ik even niet goed. Ja, is goed man, maar je mist het wel hoor. Ja. Die flonk met flonk zonder flonk. Misschien is wat geschreven is die. Nou, één keer. Ja, die flonk. Mijn vrouw zegt met flonk, mannen. Met flonk wel. Oh, met flonk zegt ze vrouw. Lekker. Oh, dit is nog een keer. Natuurlijk lekker. Avontuurlijk lekker. Kapitein Koek van Pijnenburg, erop af, kapitein. Dat beter zeggen dat hij natuurlijk lekker is. Gewoon natuurlijk lekker. Erop af, kapitein Koek. Want alleen met je koekrepen kan je elk avontuur aan. Kapitein Koek zoekt al dagen naar zijn gestolen. Nee, het is lekker. Is wel zijn catchphrase gewoon. Ja. Dat is zijn ding. Geen Yahoo. Laat ze Yahoo even horen. Koekrepen. Is Yahoo! Nee, jullie zijn dom. Nee, jullie snappen het echt helemaal. En daar kan ik een partij boos van worden zonder, ook. Doe er maar zonder flonk, want dan zien ze dat ook blijkbaar niet. Ja, dat is dus met flonk. Yahoo, dat is een slechte Yahoo. Ik hoor jou als Yahoo in eentje. Ja, maar Yahoo zijn veel beter. Zijn echt veel beter. Een kukkelekuu had ik ook goed gevonden, maar ik vind hem lekker ook wel prima, moet ik zeggen. Met of zonder flonk? Zonder flonk, lief. Ik ben geen flonkman. Ik ben wel een flonkman eigenlijk juist wel. En daarom ben ik misschien juist heel kritisch ervoor, voor de flonk. Want het is gewoon een slecht uitgevoerde flonk. En dat hoor je dan direct. Okay. Lekker. Nou, je mist wel iets. Misschien moeten we er zelf iets achter plakken. Wat denk je daarvan? Doe jouw flonk. Flonk. Ja, doe jouw flonk. Oké, wacht. Dan moet ik even apart opnemen. Flonk. Was dat goeie? Nee. Flonk. Flonk. Doe jij eens Nee, ik ben niet zo goed in flonk. Zullen we eens even... Flonk. 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 Even kijken. Flonk, flonk. Lekker. Nou, de flonk, flonk. Yo, nou, wat is even. Mijn flonk is goed hoor. Nee, mijn is beter, maar kijk. Oh, heb ik nu die lekker weggehaald? Wacht even hoor. Wacht even, dit gaat iets worden, jongen. Jongens, nu hebben we... Oké, oh, kijk, dit is goed. Flonk. Oké. Okay. Lekker. Flonk, flonk. Dat kan beter, dat kan even iets... Oké, ja, ja. Beter. Lekker. Flonk, flonk. Nee, één flonk. Ik moet één flonk hebben. Lekker. Flonk. Die van mij is zo. Lekker. Flonk, flonk. Nee, die van jou is helemaal kut, Timon. Ik ga die van jou weghalen, hoor. Mijn flonk is wel beter, maar goed, dat moet je zelf weten. Lekker. Flonk. Kan ik effect over de flonk heen zetten? Wat voor effect voel je? Dan ben je zo'n, mensen moeten zien dit ook niet eens gebeuren. Ja, ik weet niet of ik het allemaal... Voordat ik... We zijn net even achter de schermen. Is precies dat garen wat je wilt. 2 cb. Oh, kut. Gebruik het nooit om te bewerken, dus even kijken. Echootje is goed. Een echo, ja, er moet een echo op. De flonk moet een echo op. Flonk. Nee, meer. Meer echo, veel meer echo, veel meer. Flonk. Nee, meer echo, joh. Ik zie de... Ik denk dat we... Die vertraging zit je niet te doen. Die damping factor. Die damping factor moet... Flonk. Flonk.
Er zit helemaal geen echo op, joh. Wat is dit voor kutprogramma? Vloenk! Klote, joh. Kun je dit niet een andere? De echo is wat je nodig hebt, nou, wel. Misschien is het geen... En is het meer reverb? Of is dat gewoon exact hetzelfde? Ja, dat weet ik toch allemaal niet. Galm! Staat hier gewoon galm! Hier zit met je muis op, galm! Ja, ja, ja. Dit is hem! Vloenk! Ja! Ja! Ja, 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 ja! Maar... Ja, 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 ja! En laat er nu zijn voor, laat er nu zijn voor horen! Lekker! Vloenk! Lekker! Vloenk! Nou, ja, nu hebben we wel ergens, nu hebben we het wel ergens over eindelijk een keertje. Dan gaan we even testen. Laat ons dan eerst even die originele horen, die de flonk van weten, de kapitein Koek, en daarna die jouw flonk. Kapitein Flonk is het nu. Even kijken hoor. Test deze nog, oh, is met flonk, oké. Wacht, ik ga het even... Koek met flonk, is het dit? Oké, dus daar hebben we de originele kapitein Flonk is... Kijk, het staat allemaal door elkaar opeens. Deze. Lekker. Ja, oké. Okay. En hebben we de nieuwe versie. Lekker. Vloenk. Nou, ik weet het niet hoor. Dat voel ik. Opslaan. Gewoon even opslaan en gewoon even kijken wat we ermee gaan doen in ieder geval. Dan testen we hem eventjes. Ja. Lekker. Vloenk. Ja! Is nee, dus nu is het hem niet, maar mijn flonk is gewoon beter. Dat die is een beetje het probleem. Toch een beetje misplaatst om een of andere reden. Nu lijkt ik van, waarom zit die flonk? Hij is te goed, heel helder is hij misschien wel. Ja, oké. Okay. Wat denken we hiervan? Let's go, ja! Yeah! Yeah, let's go! Wat dacht je hiervan, niet. Peter? Ik niet. Even kijken. Ogen dicht. Echt wat een loser ben. En soms vergeet je gewoon wat voor een loser jij bent. Echt ook. En dan denk je van, oh, je bent echt een mannetje, maar nee, toch niet. Vinden jullie ook de flonk en MMM lekker omdraaien? Eerst flonk en daarna lekker. Maar misschien moet is de hele lekker gewoon niet goed ook, hè? Ja, dus moet daar kan het ook gaan liggen, dat de lekker gewoon helemaal kut is. Daar moeten we wel rekening mee houden. Want die flonk is goed. Vloenk! Lekker! Nee. Dit is, jij kan gewoon niet vloenken, heb ik het idee. Dat kan jij niet. Als je het niet kan, waarom doe je het dan? Even kijken, bedoelt hij zo omkeren misschien? Vloenk! Raquel! Nou, kan je het er nog vertragen dan? Raquel! Vertragen, dit vertragen? Want je kan alles, joh. Als je het even vertraagt, dan hebben we het misschien ergens over. Dan zijn we een beetje snelheidswijziger, staat er. Gewoon een beetje vertragen. Nee, ging niet snel. Altijd trager. Wow, is geflipt aan het worden. Ja! Nu zijn we wel ergens mee bezig. Ja, dit is het denk ik wel hoor. Ik weet het niet. Ik weet niet. Maar ik voel het gewoon ergens. Heb jij dat niet? Ik voel het ergens. Even kijken hoor. Is... Flonk. Die flonk is kut voor jou, Peter. Hè? Die wat? Flonk is gewoon kut. Is mijn flonk opeens kut? Ja. Groetjes aan mijn maat Wilco. Waar ik gisteren gezellig nog een Pokémon pack opening mee heb gedaan. Waren wel krabpakjes. Wilco klinkt echt als een droomrozer. Flonk. Ja, dat is wel goed op zich. Ik weet het niet. Dat, ik weet niet. Ik voel hem wel, maar je flonk is gewoon kut. Hij is een beetje zacht, toch? Je flonk. Ja, de lekker is goed wel, hoor. Flonk. Lekker. Oh. Maar die flonk, Peter, dat is hem gewoon niet. Oké, dan haal die flonk weg. De flonk moet weg. En dit is hem. Lekker. Wat denk je? Ja, probeer hem. Maar probeer hem nou ja, een maar keer. Dan blijven proberen. We hebben die ene nog niet eens getest, of wel? Jawel, die hebben we getest. Je flonk is kut, was de conclusie. De flonk moet langzamer zijn. Nee, je flonk is heel slecht. Je wil graag je eigen flonk erin flonk houden. Flonk is goed en dan ga ik... Ik wil niet eens horen dat je dat zegt. Oh, dat soort dingen. Wat was het ook weer? Snelheidwijzig naar beneden. Snelheidwijzig, ja. Ja, het is kut. Flonk. Nou, oh. Oké, okay, nu... Flonk. Oké. Okay. Flonk. Nee, de flonk is hem niet ook, hoor. De flonk is hem niet. Dat weet ik niet. Ik weet het niet. Ik raak de hele feel kwijt, eerlijk okay, gezegd. Ja. Want misschien hebben we al gewoon de perfecte nu. Welke hebben we nu eigenlijk? Hebben we niet deze? Lekker. Flonk. Alleen dan met... Jouw flonk is... Jij kan gewoon niet flonken. Dat zeg ik altijd al. Lekker. Flonk. Nee, Peter. Je kan niet flonken. Dat kan je niet. Oké,
weet het niet. Soms kan je gewoon iets niet in het leven en dan moet je het niet gaan doen. Evert en Jury hebben we ook al gehad, chat. Ja, die maar zit wel heel op een goede weggetje. Ja, want dat is wel genieten ook. De lekker is ook prima, maar... Kijk, als het niet beter wordt, dan houden we dit. En dat wil je eigenlijk ook niet in je leven. Ditch de vloenk, Giel. Ja, maar kijk, maar jawel, vloenk is echt vloenk lekker. Is kijk, even ogen dicht doen. En ja. Lekker. Vloenk. Oh, wat lekker. Pak. Vloenk. Ik denk echt gewoon dat je beschoten wordt eventjes. Oh, het is hetzelfde als die klop. Ik dacht nu meer aan een, misschien een bierflesje, weet je, waar je duim in stopt. Nee, het is maar echt zo gaar. Grenade launcher is nee, het. Is geen, nee, weet ik niet. Dat weet ik niet. Vloenk. Lekker. Vloenk. Wat is er driedubbele vlonk in nu bij je? Ah nee, ik ging even meevlonken. Oh, oké. Okay. Meme Queen geeft de subpie weg. Hé, hey, dankjewel, Meme Queen. Ayato van buurman en buurman. Ik heb niet zo veel bij die mannen, eerlijk gezegd. Nee, dit is gewoon kut. Misschien moet je gewoon even over nadenken. Ja, maar je moet wel van naar die lekker alleen aanpassen. Dit is gewoon kut wat je nu aan het doen bent. Jij zei... Je hebt te veel science in mijn ogen en doet ook gewoon pijn om te zien. Jij zei dat het erbij moest, de vlonk. Ja, maar nee, geen vlonk. Ik zei je geen vlonk. Ik heb mijn best gedaan en dan ga je nu zo doen. Dat vind ik gewoon irritant. Hier staat linksboven. Dit is met vlonk. Lekker, lekker. Kon nu net iemand binnen. Ja. Nee, dit, we hebben hem nu. Dit is hem gewoon. Lekker. Ja, maar dan zie je, moet vlonk moet lager. Er moet een animatie bij, ben ik bang. Een animatie moet er ook animatie zijn. Wat zit je aan te denken dan? Lekker. Klinkt heel goed, dit mannen. Een filmpje of een animatie, toch? Maar dan wel iets wat er helemaal niks mee te maken heeft. Gewoon wel iets gewoon wat lekker is. Gewoon een pannenkoekje of zo. Kan ook die kapitein koek die met zijn kopie in zijn lip likt en dan het duimpje vlonk. Nee, geen vlonk. Geen vlonk. Dream lekker. Ik sta voor open om het filmpje te veranderen. Maar kunnen we niet beter ook gewoon een donatieding aanpassen? Dus nu een... Nee, dit is goed. Want dat is gewoon een euro. Maar is hij goed? Maar is hij goed? Ja, maar dat moet... Maar gewoon... is hij goed, Peter? Hij doet echt precies wat hij moet. Ja, maar het is een fresh era gaan we in. Ja, we kunnen het aanpassen, maar ik ben helemaal... Ik ben, eigenlijk word ik agressief van, eerlijk gezegd. Ja, maar ik vind het donatie gelegen ook, is ook gewoon kut. Deze die we nu hebben? Ja, dat is gewoon oud. Het is te oud. Lekker. Ja, nee, dat is een sub. Die is goed. Lekker is goed. Candona, dankjewel voor je host. 500 man, dankjewel. Hey, dankjewel man. En lekker man, dankjewel. Jibbe Beer en de M-Nasher die zijn binnengekomen. Ja, nou Peter, misschien moet even een spelletje spelen. Of je, hem aan, of je moet echt een nieuw idee hebben nog hoor. Dan vind ik ja, dat zeg ik. Of we moeten animeren dus. Wat erbij animeren? Komt. Wat er bij die lekker komt. Oké, okay, wat is je wilt een fresh ja, era. Wil je die sicko houden voor nee, dat voel ik wel eigenlijk. Iets aan nieuws animeren. Wat zit je aan te denken? Want we moeten wel iets aan je kopje. Of gewoon een sicko en de kapitein koek kleuren. Wat denk je daarvan? Ben, ik ga in ieder geval even opstarten. En dan kunnen we even kijken. Want ik, ja, maar dat kan, dat misschien al lukt het niet, dan hoeft het niet. Maar we moeten toch gewoon proberen. Anders waren we ook niet bij hem lekker. Maar die hem lekker, ik weet het niet, toch? Maar we hebben nog niet iets beters. Iets met pannenkoekjes. Is het niet pannenkoekjes? Lekker. Nou, koekjes zijn lekker. Dat klopt, heb je wel gelijk. Dankjewel, Zweedse kat, voor je halfjaartje alweer. Ja. Waardeer het. Maar lekker, die past er wel lekker in. Het is gaat wel casual weg. Lekker spelen. Lekker. Hoor nou. Dit is gewoon goed. Hij 8 maanden beetje... alweer. Nog geen seconde spijt van gehad. Ja, en dan moet je even naar lekker de dokter gaan, Glenn. Als je nog geen spijt hebt, nog geen grijntje spijt hebt. De lekker is goed, maar animatie sta ik voor open. En ja. Kapitein Sicko vind ik ook op zich gewoon wel goed, hoor. Dat je gewoon de kleuren van een kapitein Koek maakt. Ja, maar dat vind ik bullshit. Echt kut idee. Okay. Wat dacht je van euromunten plus vlonk bij de donaties? Nee, geen vlonk. De vlonk dat is echt een slecht idee. Dat is altijd al een slecht idee geweest. Want ik denk van... Dan hebben we alsnog die sikkel. Wat prima is, maar ik ga niet die kleurtje aanpassen. Want dat is het saaiste met animatie. Oké, wat wil je moet je wel een idee hebben voor de animeren? Ja, dan moeten we even kijken. Haal die signs even uit mijn oog, joh. Die bestanden. Oké, dit is beter. Oké, dit snap ik nog wel. Ik zie een wit vlak, dit snap ik. Oké, wat wil je animeren? Dat weet ik niet. Dan moeten we ook op. Want het is zeg maar, we moeten denken. Dit moeten we bedenken. Met je hebt de lekker, die heb je nu. En daar moet je een beetje omheen gaan bouwen. Maar als je dat... Als je helemaal vast zit, een writersblok hebt, dan kun je ook denken, wat gaan we met de donaties nog doen? Ja. Dat mag ook nog. Wat hebben we daar nu eigenlijk? Dat euromuntje, dat lege bakje. Nee, het giertje, ja, dat giertje. Oh, je bedoelt van een filmpje. Ja, dat euromuntje, dat vind ik helemaal niks al. Dat is ouderwets.
een stapel pannenkoeken op een bord. Ik weet niet of dat gewoon al leuk is. Maar we gewoon kut idee gaan noemen? Ja, het is gewoon kut. We gaan gewoon mensen afstraffen. Als je een kut idee zegt, dan noem ik je bij je naam. Zeg je dat het een kut idee is. Dan word ik boos van je. En je krijgt 10 minuten ban bij een kut idee. Dus ik zou maar voorzichtig zijn met wat je typt. Maar als ik een kut idee heb... Ban maar iemand gewoon. Nee, ban maar één iemand. Gewoon uit, om uit principe gewoon te laten zien dat we gewoon... Maar niet uit wie het is, ban één iemand willekeurig. Maar wil je niet te streng op mij zijn? Want ik ben wel onzeker over mijn ideeën. Tenzij je een kut idee hebt. Nee, maar ik soms... Tenzij een kut idee. Durf ik daar moet je voorzichtig zijn. Dan moet je gewoon voorzichtig met ideeën zijn op dit kanaaltje. Wel een levenslange ban hebben we het over, hè. Oké, de 10 minuten ban wordt nu een levenslange ban. Ik ben er gewoon klaar mee ook gewoon. Lekker. Flonk. Nee, oké. Ik voel een kip, voel ik wel. Kapitein Koek. Hij heeft een petje, hij is met chill. Anker. Oké. Hij heeft een hoed op en nu heb je hem echt een hele chille cap gegeven. Dit is echt een chille. Hij lijkt een beetje op Appie ook. Dit is een beetje een schets en het is nog geen kut idee, dus je mag het niet uitschelden nog. Maar nee. Kapitein Koek voel ik sowieso niet, want hij heeft helemaal nergens geen kut mee te maken. Nee, het moet geen Kapitein Koek. Het moet gewoon iets dat lekker is, gewoon. Maar het is ook weer kut. Wel iets wat zegt is, als hij zegt, lekker, is wel geinig. Als iets omhoog lekker. Komt met een knikkie ook, of een koppie. Ja, dat is goed. Maar het is een suppie. Je geeft wel geld, heel dom geld uit. Dus het is ja, maar dan moet je voor de donaties dan. Want daar is ook een gier die geld uit. Dus eigenlijk gaan we gewoon doen dat zo'n suppie gewoon goed is wel. Ja, gewoon doen als anders gaat niemand toch subscriben. Dat is slim. Dus misschien de verkeerde aanpak hebben we al die tijd. Er zit er wel een chill beat aan op zijn minst, joh. Maar het is heel moeilijk om zomaar iets te bedenken ook, hoor, moet ik zeggen. Merk het aan je. Iedereen kut noemen. Maar ik had net echt die flonk, weet je nog? Weet je ja, nog? Die is nog kut. Die is goed. Die is kut. Die is heel slecht. Kijk hoor. Kapitein Pannenkoek. Oké, nu hebben we het ergens over. Nu zijn we een beetje begonnen. Kijk, al was je een rollercoaster man, dan zat er wel rollercoaster geluidjes. Ja, die hebben goede geluidjes. Dit liedje heeft Bleeding Eyes al 100 keer gehoord. Ik kan even een ander nummertje aanzetten voor hem. Die hij niet 100 keer heeft gehoord. Oké, deze kent hij niet. Deze is nieuw voor hem. Even kijken, jongens. Chakalil, die zegt, ik heb zojuist de PlayStation 1 plus 2 OG controls gekocht voor tientje, joh. Nice. Die komt even delen met de chat. Die komt in de chat binnen en die gaat even... Kan ik gewoon waarderen van die gozer. Nee, ik heb geen idee. Het idee was zeg maar, ik dacht ik ga hem opstarten en dan gaan we gewoon. Ja. Maar ik misschien een Goomba dan denk je? Met blote voeten. Ja, maar die kan niet voelen zijn duim opsteken. Weet je wel, met zijn hand, zeg maar, handvormige voeten zeg maar. Ik weet niet. Oké, nou ik denk gooi allemaal wat op hoor. Ik gooi maar wat op. Nee, ik beland bijna in die Brightest Ball. Sicko die een pannenkoekie flipt. Die heeft dan een pannie flipt even een pannenkoekie, joh. Maar dan zitten we nog steeds vast in die Sicko. Ja, maar Sicko is goed. Maar Sicko schijnt dat de Sicko niet goed is. Nieuw era werd het mij verteld. Ja, daar moet het geluidje ook alleen aangepast worden. De Sicko zijn nog vrij nieuw. Dat weet ik niet. Een Sicko die geniet van zijn gele rom. Nou, hij wil geen Sicko. Hij gaat zeggen dat de Sicko niet goed is of zo. Ben hem maar voor het leven. Ja, slaap heb ik er wel binnen. We sparen hem ook wat munten ook nog, die gozer. Doe hem een gunst. Ja. Nee, ik ben klaar met jullie. We gaan een videogame spelen. We gaan spelen. Een videogame spelen. We gaan gewoon een computer spelen. Maar als je ingeeft, dan moet je het gewoon zeggen. En dan gaan we gewoon. Over. Dan gaan we echt zo snel mogelijk. En dan stoppen we echt halverwege, weet je wel. Rage quit, boom, en dan gaan we stappen. Gewoon even focus ook. Geen chille nummers, geen chille beat. Je moet je met... Kan het hiermee gespeeld worden? Oh nee, de controller is voor de eerste keer bijna leeg. Deze controller is ook leeg. Deze kun je switchen. Zo even helpen. Ja, dat vind ik heel lief dat je me nu gaat even helpen. Ja, we hebben nog de hele avond joh, dus het maakt er niet uit verder. We gaan zo all day, all night. Maar moet je niet spelen met kleine controletjes? Is dat niet het hele ding? Nee. Een mooi dingetje. Oh, mijn is leeg. Ja, Peter, hallo joh gast! Hadden we niet een snoertje liggen? Dat lijkt me wel. Nee, maar Nintendo heeft een heel specifieke snoer. Dus dan wordt het heel moeilijk. Je moet hier liggen. Ik start zo'n ander spel op als je te lang duurt hoor. Dat is echt niet normaal. Kijk hoor. Ja,
gaan geen pannenkoek in gele room's plaatje doen. Dus ik vind het prachtig hoor. Maar een pannenkoek met gele room vind ik zelf helemaal niks. Gaan we echt all night? Ja, dit wordt echt een all night long streampie. Ik kan het niet vinden, mag ik zo'n kleine dan van jou? Dan gaan we all klein. Het is allemaal kut hoor. Oké, okay, neem het. Pak aan. Oké, okay, je moet het dan wel even op instellen. Moet je naar het home menu gaan? Laat mij maar. Laat mij maar even. Je bent echt de eikel, laat mij nou gewoon. Nice. Wat doe je nou? Wat ben je nou aan het kutten? Laat mij, jij kan het niet. Hij is geen reverse bij jou. Je bent echt een eikel. Ga je klote Tetris weer kijken. Helemaal balen. Ja, maar dit is het. Wat denken jullie van een lekker papflappie waar een psychootje uitkruipt en zijn sensuele lipjes aflikt en een knipoogje geeft? Dus dan hebben we hier een papflappie waar een psycho uitkruipt en zijn sensuele lipjes aflikt en een knipoog geeft. Terwijl hij ondertussen... Zijn gele room. Ban die man nou echt naam bestaat nog. Vies mierenkoppie, ban hem voor 1 jaar. Moeder was weer, ban hem voor 1 jaar. Weg met die gozer. En go. Ze kunnen eens meer 100 spelers vinden, maar dit spel niet als speelt kutspel meer. Ze hadden laatst een update gedaan. Ja, en ik dacht, go, 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 team Tetris. Daar keek naar met jou in het team. Ja. Tegen de rest van de 100. Nee, internet van de... Ze hadden offline. Offline. Die bestaat wel, die Tetris, heb ik gezien. Ja. Klaar. Zijn jullie klaar? Start. Lekker. Nou. Hij is goed, hij is wel goed, even eerlijk. Mannen, waar is de unsubscribe-knop, mannen? Kan niet. Tot de dood. En als je probeert te unsubscriben, dan bannen we je. En dan gaan we je aanklagen. Kijken of je dat leuk vindt. Ja, kutcontroller. Worden te weinig mensen geband op ons kanaal. Ja, iedereen lekker. Doet maar lekker wat hij hier laten kan. Ja. Dat is niet de bedoeling. Kees voor, die geeft de super weg aan Effie Snel. Effie Snel, ban die gast dan. Want die gaat weer profiteren van Kees voor. Ban die gasten nou gewoon. Met meer ban. Ik zie te veel chat. Is dat de beste Kees, heb ik gehoord. Ja, tuurlijk. Nummer 1 Kees. Boom, slam. Wat een keertje. Fuck you, Timon. Daar heb ik respect voor, zegt hij. Ja, gewoon omdat ik agressief ben. Nou, je gaat tegen me opstaan. Mot die gozer. Sico die een kippetje eet, ja? Dan hou je het gie en die neties. Zonder die geen pie. Een kippetje eet. Maar we willen afstappen van die nieuwe era. We willen zonder kiploos willen we ingaan. Kippen zijn wel goed, hoor. Niet goed genoeg. Tijden veranderen. Kip wat? Zeg je nou dat de kippen niet goed zijn? Niet goed genoeg, zeg ik. Tijden veranderen. Ik weet niet, niet goed genoeg, daar ga ik niet mee praten. Waarom gaan we hem dan aanpassen? Ja, omdat jij erover loopt te zeiken. Weet je, ik ben lekker bezig, dat wel. Ik ben bijna dood. Ja, maar kijk, nu ga je de reap. Kijk. Wat doe je, joh? Klote hoerencontrole. Goeie, hoerencontrole. Slaat helemaal nergens. Je hebt echt... Ja, ik was echt lekker bezig. En toen je was echt lekker, maar je maakt een comeback van je leven. Dit is gewoon die klote Debbie. Dit is gewoon echt een verschil tussen eerste irritant. En laatste, joh. Dit is gewoon irritant wat je nu deed. Het is een inkoppotje, maar voor de rest ook niet uit. Dit is echt pijnlijk. Die konkjes moeten ook aanpassen, heb ik het idee. Nee, konkjes zijn goed. Verloren van iemand met niveau 9. Lekker konky, zegt Minka. Ja, dat zijn de Smurf accounts. Als jullie dat nog niet weten, dan weet ik het ook niet meer met jullie. Een origineel idee. Een dansende kikker en een dansende dino. Ja, 3D een beetje, of niet? Ja, dat is zo een stapje opzij doen. Ja. Het gaat niet zo goed. Ik zal even helpen. Wat gaat niet voor mij? Hoppa! Zeg nou een mirrorball. Wat? Zo'n mirrorball. Of ze zeggen Ja, ze bedenkt zelf een woord. Nee, of ze zegt miracle of ze bedenkt mirrorball. Zelf... Mirrorball. Nee, dat misschien... Ja, weet ik veel. Dat dacht ik te horen. Je dacht dat ze een skat artist was? Nee, dat dacht ik niet. Ik dacht dat de mirrorball over had gewoon. Wat is een mirrorball?
Die mirror ball. Weet je zelf wat het is? Zo'n spiegelbal. Ja, weet ik veel. Ik dacht, het hoorde ik erin. Het niet gelijk af te straffen. Mensen zeggen wel, ja, mirrorball wel, ja. Heb ik er dan van? Ja. Maar dat is dan mijn probleem. Ja, maar je gelijk ik durf het bijna niet te zeggen, gewoon dat je boos werd. Wat is een mirrorball dan? Ja, daar wil ik allemaal excuses aan. Ja. Ze zegt oprecht, ja, ze zegt het echt. Oh. Sta ik weer voor lul. Ja. Waarom ga ik er nou ook maar het is ook dat ik gewoon niet durf, mijn probleem is, ik ga altijd all in met mijn mening. Ja. En gok ik gewoon, is het goed of niet? Ja. En als het werkt, lijk ik heel erg zelfverzekerd, maar als het hoor je mij ook krabbelen als zo'n poesie-woesie? Ja, daarom kom ik er ook mee weg. Tjong jongen heeft twee mirrorballs zo thuis gewoon, zegt hij. Wat is de tweede tekst dan? Dat weet ik niet, dan was hij afgeknipt. Ik wil alleen het eerste stukje. Long One is wel altijd echt... garant voor een eerste plek als het aanstaat. Dat wel, je kan hem wel aanzetten hoor. Ja, ga ik misschien straks ook doen als het echt heel kut gaat. Want nu gaat het nog wel lekker. Wie heeft Monkel nou weer een mod gemaakt? Wat een griezel is dat, hè? Dat is een eng ventje, dan moet je in de gaten houden. Lekker. Hey mannen, even serieus. Okay. Ik wil een Psycho Turtle zetten, maar dit mag niet met mijn vriendin. Wat moet ik nu? Dumpen, slam, dump! De randen van de Tetris-blokken zijn wel ranzig. De nieuwe randen van de Tetris-blokken zijn nieuwe randen. Zijn er nieuwe randen? Nee, toch? Ik zie geen nieuwe randen, slaapgebrek. Misschien ging je ook gewoon all in. Nee, misschien ging je niet voor een gein. Ik heb hem gewoon gemist. Het spijt me dan. Weet je nog dat het de muziek echt voelde? Ik ben ja, het is klaar. Kut muziekje. Daarom, je moet veranderen. Je kan niet de hele tijd blijven hangen op je oude troep. Daarom is het goed dat wij vernieuwen. Hoe lang heb je het al over die kapitein Koek? Oh. Sinds vandaag toch, was het? Zoiets. Gaat wel heel snel. Nu al top 42, joh. Helemaal niks aan de hand. Lekker. Kai, dankjewel voor je 19 maanden, joh. Mensen hebben echt vertrouwen in je ook. Kan jij nog die 10 euro winnen? Want ik wil wel een tientje winnen. Volgens mij is dat niet meer, toch? Dat is een... Waarom speel je dan nog? Voor de fun. Oké. Okay. Ik zit te denken, jij bent met Bethesda aan die buy. Ja. En ik ga het zonder jou sowieso niet doen, toch? Dat is gewoon heel simpel. Zonder mij ben je helemaal niks. Dan kan je niks. Dat weet ik ook wel. Je kan helemaal niks. Je bent helemaal niks waard in je eentje. Waarom wil je het wel? Je mag best proberen in je eentje, maar dan gaat je niet lukken omdat je niks kan. Ja, maar goed, ja, wat is je punt? En zeg maar, ja, ik vond gewoon dat met jou kan ik, zonder jou kan ik. Ik wil het zelf wel zeggen, alleen dan... Ja. Ben je een hopeloos figuur in je eentje. Zeg maar, sidekick van kanaal kan niet in zijn eentje iets doen. Al zou iemand moeten invallen... Ja. Dat kan één persoon niet, er moeten al meerdere mensen. Dus alleen precies. Als ik... opgevangen worden door vier echt main star players, ja, dan kan ik het misschien doen. Dan heb je vier andere mensen nodig en dan nog is het een beetje, ja. Dan weet ik niet of het nog steeds zo leuk gaat worden hoor. Maar er zit toch geen droom bij Bethesda, dus je moet ook gewoon met rust laten ook. Als we hem niet gaan doen... We gaan hem niet doen. Dan gaan we, moeten we hem die dag daarna sowieso even kijken. Dan ga ik gewoon proberen niet gespoild te worden en dan ga ik hem de dag daarna kijken. Lekker. Nou, maar waar, dankjewel voor je 19 maanden. Maar je gaat sowieso gespoild worden. Ja, het is wel 's nachts, hè. En ik weet niet of we die volgende dan nog ergens moeten wachten. Maar als het echt iets groots ja, is, daarom. Dan ben je al lang gespoild. Want McFlodder kan wel best meedoen dan met je streamen. Ja, dat is niet genoeg alleen. Ja, oké. Okay. Ja, we gaan geen Bethesda. Gewoon, ik moet ook gewoon, ik vind slaap ook belangrijk. Nee, maar wat is de echte reden? Nee, slaap is belangrijk. En videogames zijn maar spelletjes, joh. Dus valt helemaal niks aan de hand. Dus ja, is goed dat we het missen. Oh, top 10!
Je gaat. Echt een fractie de long one gehoord. Je gaat echt los gelijk. Look out, op wie dan? Ja, wie moet oppassen dan? Op wie moet oppassen? Ik ga weer bal bij long one. Dat gaat niet. We kennen nou nog steeds die dingen niet uit je hoofd, Pieterman. Oh! Jeetje! Jeetje! Dit is heel goed! Fuck up. Je hebt nog een long one backup, hè? Ho, snack attack! Ah, hey, hallo Peter! Dit was een klote controle! Ja, en die kut Demi waarschijnlijk weer! Lekker. Ja, niet lekker, is kut. Hey mannen, groetjes uit Nijmegen. Ik wil niet goed vervolgen! Even neuk iemand anders spelletje. Bandyman! Bandyman. Ik bied me aan als co-host bij Bethesda. Bandyman! Bandyman ook. Twee mensen bennen gewoon. Tedde, echt. Soms walg ik echt van je gast. Van mij? Ja, van jou. Je zag nu toch duidelijk niet mij. Je hebt een long one. En je bent er steeds verpesten. Nee, we hebben Nintendo. Ik ga controles maken die niet in een hand passen. Ja, nou. Als er een ding beter is dan een kippetje, dan is het wel zo'n chupa-chupper en dan met name die aardbeien smaak. Nee, de aardbeien is een minst lekkere smaak, zo'n beetje. Perma-bantimon. Nee, Timon. Jawel. Bantimon. Niet mijn bannen, nee. Chupa-chups zijn oké, hoor, maar niet die aardbeien smaak. Dan ga je echt heel erg de mist in ermee. En niemand, echt werkelijk niemand in de chat ook, heeft nog, niemand weet hoe het podium eruit ziet. Ik ben nummer 3 en ze zeggen niet eens even, hey Peter, goed gedaan. Ze zijn meer gewend op dit kanaal, Peter. Ze zijn meer gewend. Vind je dat nou zo weet je wat ze gewend zijn? Nummer 1. Dat mensen een vakantie gaan inplannen op onze leukste stream. Dat zijn ze gewend. Het is heel toevallig dat ik je probeer te ontwijken. Heb je de hinder nog niet door, Peter? Vind je het heel toevallig dat ik er niet bij ben? Waarom ben je de dag daarna er maar wel bij? Huh? Nou, daar wil ik even niet over praten. Lekker. Stop. Niet eens eerste heel slecht. Heel slecht. Niet eens eerste heel slecht. Wat zit je nou dom te lachen, joh? Ik ben het gewoon eens met zijn uitspraak. Mannen, jullie zijn erg innoverend. Klopt. Vergeet de kern van de boodschap niet. Doneren is geldverspilling aan onverstandige volwassenen. Nou, ik ben, daarom wil ik deze suggestie doen. Mag ik een huppeltje in de chat? Heb je nostalgie? Een wat? Doneren is geldverspilling aan onverstandige volwassenen? Noemt hij mij nou dom? Als je die simpele zin niet snapt, dan ja. Jij vindt het lastig. Nijmegen heeft nog nooit iets goeds voortgebracht. Ik reken mezelf mee. GG Peter. Nijmegen is de mooiste stad van Nederland, dus ik weet niet waar jij het over hebt, joh. Slap te lullen, joh. Dat is dom te lullen. En ga jij even iets anders doen, gast? Even ergens anders mee bezig, joh. Dat hij een kapotte maar een roast. Ik kom er dom. Met de maar je zit jezelf ook voor lul. Je zit jezelf voor lul dat Nijmegen... Ga mij niet bij betrekken, joh. Die doen ze weinig mee eens, natuurlijk gaan niet. Doen de hele tijd. Maar ze zijn positieve gasten. Kan ik zo boos om worden? Ja, echt. Yo, Persikstaal. Die komt maar even binnen, joh. Leuk dat je erbij bent. Publieksfavoriet, toch? Ja. Waar blijft Lekker Spelen topografie quiz? Peter heeft zich al aan bewezen met zijn IQ-test, of wat je? 150 of zo? Dat is gewoon prima zoiets, score, maar dan ja. Dan gaan ze weer zo nadoen. Wat probeer je nog? Ja, wat probeer je nou nog? Denk nou dat hij geen topo kent, omdat hij heeft toch een... Hij heeft al een hoog IQ, dan weet hij dat ook wel. Lekker saai is het. Gaan ons lekker uit elkaar proberen te draven. Ja. Nou, dat gaat je niet lukken. Dat kan ik je wel vertellen. Peter, ik hou echt van je. Wil ik hou zeggen. Van jou, mijn gozer. Ja, je bent echt een droomgozer. Hoppa, nou dat vind ik jammer gewoon dat je dit doet. Je test gelijk weer alles. Onze hele relatie wordt getest je gelijk weer met zo'n slechte move. Weet dat het niks uitmaakt. Doet een beetje pijn, maar ja. Maakt niet uit.
Welke move had je het over, denk je dan? Lang al geleden. Ja, ik ben het al alweer vergeten. Je maakt geen fouten. Zo, jeetje, man. Dit is gewoon echt mooi, joh. Dit is zo'n beetje ASMR, gewoon. Ik val er een beetje moe van, zeg maar. Hij back dan. Ik weet gewoon dat je gaat winnen, zeg maar. De game moet nog aangepast worden. Ja, Chine, wij zijn echt kut, klote mods. Dan kan je gewoon de hele dag aan dingen vragen, maar die gaan niks doen. Ja, maar een loonstrookie. Ja, daar zijn ze op tijd mee altijd, hoor. Deze gameplay is echt een vorm van kunst, zegt iemand. Daar kan ik wel, dat is wel een goede omschrijving ervan. Ik vind dat moeilijk om woorden te vinden ervoor. Lekker. Ik voel die kapitein. Peter, je bent lekker bezig, hoor. Maar wat is dan de hoofdstad van Australië? Heb je Bringbok lekker 2? Hey, tuurlijk, man, tuurlijk. Geen Sydney. Melbourne, baby. Peter, geslaagd. Geslaagd. Maar je gaat nu zo stotterend en we gingen risico nemen. Straks zeg je het fout. Zeg fout, hè. Dat is heel kut. Dat is helemaal kut. Maar anders zijn we geslaagd. Dan zeggen we, welke test? Brisbane. Kut. Ja, dit bedoel ik dus. Canberra, dat zei ik. Kut, Peter, maar waarom stop je mij dan niet halverwege? Ban ze dan gewoon! Ban! Ban, ik kan niet bannen! Wie is het mol? Moederbaas weer, ban! Lekker. Peter, je gaat lekker. Jammer dat je het zo weer gaat verpesten. Oh, wacht, moet jij eens opletten? Oh, hey, nummer 3 is echt verpesten. Oké. Moet je nemen, word maar even eerste, Peter. Oh, dan gaan we serieus spelen. Oké, dan ga ik even eerste worden. Als jullie zo gaan doen, ga ik gewoon eerste worden. Boeit mij eigenlijk niet. Ik probeer het uit te rekken tot de laatste potjes, dat de stream een soort van opbouw heeft. Omdat jullie dat niet weten. Ja, jullie snappen er niks van. Komt even een filmpje, hoor. Komt even een filmpje. Nee, hoor, je bent opgelicht. 3 euro Hoppa! Uit je portemonneetje. Boom, boom. 5 euro zelfs. Helemaal balen. Ik ga hem voor je replayen straks. Ja, het is kut. Dit is gewoon kut. Denk je dat? Denk je dat het kut is, team? Je moet je helemaal niet eens druk maken! Ja! Hoppakee, joh! Denk je dat je eens niet druk te maken, joh? Goeiemorgen! Oh, dit zie je echt toch in al één andere stream. Oh. Maar je video wil je opnieuw afspelen, toch? Of zo? Oh. Ja, oké, nee, dat is een beetje... Ja, weet niet, dat is een fout van het spel, geloof ik. Ik doe het maar niet uit. Ja, dat kan gebeuren. Kijk wat die gozer heeft gedoneerd. Fear is the path to the dark side. Fear leads to anger. Anger leads to hate. Hate leads to suffering. Oh, oké. En Star Wars is fantastisch, toch? Star Wars een no-go. Lekker. Ideetje om mee te doen aan WK Tetris, 17 maandjes. Het favoriete getal van Peter geweest. Volgens mij. Nummer 8. Ja, dat is prima. Peter, zet die Eels aan. Zet Eels aan. Ik ga aan. Het doen. Hé, hey, dankjewel. Brum. Als ik je Eels nog één keer aan, dan weet ik dat het goed gaat worden.
Nu heb je een heel nummer gehoord, Peter. Je moet hem wel opnieuw afspelen, want anders gaat het niet. Nee, maar wil je het nog een keer? Ja, je moet zelfs. Wil jij nou ook door je stad zit nou in? Rondcrossen met deze te gekke e-scooter? Ja. Check dan de link hieronder. Zo, maar gaat gewoon een hele lijst, dat is gewoon goed of niet? Als eerste. Ja, je moet het zelf weten ook. Deze is goed. Deze is goed. Kijk, die man op de gitaar, dezelfde gitaarman hebben ze hier gekozen. Dat hoor je gelijk. Die mist geen snaartje. Ja, P, gaat het wel echt? Nee, man. Laat er de muziek van aanstaan. Ja, maar ik zie echt dat er een gevoelige snaar wordt wel echt geraakt nu. Ja, ga er lekker aandacht op vestigen, idioot. Nou, wil je het gewoon voor jezelf houden dan? Beetje irritant zelfs, hè? Ja, oh, ze gaan weer wel aanvallen nu. Waarom doen ze dat? Lekker. Er komen toch wat traantjes uit mijn oogballen van het luisteren naar deze chanson. Dat is geen probleem, er zijn van mannen onder elkaar nu, toch? Dan kun je gewoon een paar traantjes laten, dat is helemaal geen probleem meer op deze stream. De andere stream zou je misschien afgestraft hier niet. Je bent juist welkom. Mooi. Het is zo mooi. Man, de gitaar... Oh ja, shit, maar nu is hij wel af. Oh shit, nu is het liedje af. Ja, dat wordt wel heel gevaarlijk nu. Dat heb je heel kut getimed, Timo. Dit ja, heb je heel kut getimed. Ja, dat is mijn fout ook. Dit. Maar het komt het nieuwe liedje dan. Hey, hallo, waar komt... Ja, Timo, deze komt echt op jouw naam, ja. Hoor. Ja, waar komt het nieuwe liedje dan? Ja, dit is gewoon kut. Dit is gewoon mijn fout. Opeens is het liedje al. Ja, maar dan wil ik dit niet over me heen krijgen. Nee, dit is echt weer, mijn hoor. Fout. Dit is echt absoluut mijn fout. Hoe kun je dit zo timen? Ja, maar dat is absoluut mijn fout. Ga ik ook gewoon ja, zeggen. Ja, maar dan is het niet, maakt het niet minder erg. Nee, tuurlijk. Ja, maar wist ik veel dat je precies... Ja, ik wist dat je het misschien al had gewonnen daar al bij. Ja. Wil je één potje Smash of zo? Of wil je iets doen? Een potje Mario Kart of zo? Even potje Smash tegen mij. Even één potje één tegen één Smash. De controles zijn leeg.
dat vind ik wel jammer hoor. Maar het is een legitiem excuus. Ja, dat is wel een legitiem excuus. En anders had je zeker weten een potje tegen me gedaan. Ja joh, dan had ik zeker... Eén potje voor elite. Als ik tot ik ga... Eén potje smash tot ik verlies en dan ga kappen ermee. Wat denk je daarvan? Wat denk je daarvan? Gewoon, soms moet je ook whatever denken. Gewoon even één potje tot we verliezen en dan klaar. Is het over? Ik kan niet tegen me verliezen ook. Dus nee, daarom. En ik heb nog nooit verloren. Dus het kan nog steeds al-nijder worden. Kan nog altijd, ja, waarschijnlijk wel dus. Elite, hè, ben ik. Ik ben elite. Ik ga dat wel, je zit er helemaal doorheen gelijk. Ik denk ook van Blue Double D. Hebben jullie Robert ten Brink nog zien schienen bij de terugkeer van Weekend Miljonairs? Ja, ha. Ja, sla er kappen nou over, hè. Genoeg is genoeg. Ban hem nog een keer. Waar is die gozer? Waarom is hij niet geband? Hebben we wel? Zijn er mods aanwezig? Super! Die kapitein Kip die is er ook helemaal klaar mee. Dankjewel Kip voor je geldverspilling. Solo smash. We zitten er wel. Oh, je zit er echt dichtbij, Piet. Het was een paar potjes nog. Maar deze gozer heb ik al heel je lang niet gespeeld. Je ziet daar zo'n smashkracht staan. Dat is ja. 4 miljoen deze of hier, wat. 4 miljoen. Maar 4.6. Dus 4.6 ongeveer is het. En dan ben je in de top van de wereld en dan heet het Elite. Dan word je Elite player. Top dus 10% van de wereld, joh. Dat is wel nasty. Maar ik heb Yoshi in heel lang niet gespeeld, dus de kans dat ik gewoon echt gedomineerd word nu. Waarschijnlijk, als je hebt je echt lang niet gespeeld. Muziek kiest Timon. Van wie is de originele versie van dit nummer? De quiz. Okay. Shakira. Ik zal hem even afspelen. Ja, Shakira. Shakira, toch? Is dat een goede antwoord? Ben ik weer geslaagd? Zo is het, man. Ik snap het spel helemaal. Hey, de muziekie. Dat is leuk. Heb je nog nooit gehoord? Ik ben gelukkig van die muziek. Ja, geniet gewoon lekker. Zet er gewoon rustig hard uit als je hem voelt. Ik kan alleen maar die klote move doen of... Dit is een inkompotje. Sommige van die puntjes weer. Ja, hè? Maar deze goos ga ik nooit winnen. Is het ook een zwakte ja, Zelda? Link, ja, Zelda is het. Ja. Kut. Hij domineert me. Hij domineert me compleet. Sinds is er een nummertje in? Ja, weet ik ook niet. Het is wel een pijnlijk inkompotje hoor. Maar ja, je hebt het al een tijdje niet gespeeld. Nee, maar vooral met deze gozer niet. Ik speel ondertussen allemaal andere poppetjes, joh. Dan kun je niet meer mee op dit niveau, nee. Joh. Dat moet je nog een keer doen. Kom nu wel terug. Ga je dan echt die droom waarmaken? Smerige zwaard, man. Ja, kloot zwaard, man. Oké, Unben slaapgebrek, maar hij is lekker bezig. Een nuttige opmerking en gewoon scherp. Dat is een goed excuus, die kun je gebruiken, Tim. Timon, ik mis je commentaar. Die gozer te gefocust op dit moment. Nee, ik ben gefocust, joh. Geloo! Het gaat gewoon gebeuren nog, jongens. Hij gaat gewoon terugkomen. Met dit leven moet gewoon allemaal damage pakken. Oh shit, dat is heel dom voor mij. Oh nee, dat is heel dom, ik ben neer. Oei, oei, nee, het kan nog. Een tikje op zijn minst, heb je die 0%. Oh shit, hij wacht me af. Ja, het is heel kut, ik ben neer. Hoppa. Nee, het is over. Ja, het is klaar. We kunnen net goed induiken, want dat is een minder zielig van dit potje.
Ja, ik sla onder hem heen, joh. Het enige wat hem goed zou maken is een eitje, maar... Ja, maar dan gaat, deze man is te professioneel helaas. En is in kompotje. Ik wil dat de chat heel erg chill is. Kan ik niet even zo'n wave krijgen? Of kijk welke emoticon gebruiken we nooit. Doe even... Nee, ik neem het terug. Niks doen. Stiller zijn het liefst. Geen wave, jongens. Ik had nog niet eens... Ik dacht, dit is echt een moment. Een groepsmoment. En dan gaan ze toch weer vervelend doen. Dat vind ik jammer. Chille kopjes ook goed, ja, die heb ik het eind niet gezien. Oh, ik ging voor het eindje om mijn respect terug te winnen. Kut. Je kan er beter induiken, Timo. Dit is heel zielig om te zien. En mensen gaan je nog nu zijn ze nog afgeleid door die wave die ik heb ingezet. Want straks gaan ze je uitschelden. Ja, ik ben klaar. Het is gewoon klaar. Ik ben geen Yoshi-man meer, Peter. Het is gewoon klaar. Als inkompotje of gewoon... Nee, het is gewoon echt klaar. Nee, toch? Even inkompotje. Die gozer heeft een lage score ook, joh. Dat is pijnlijk. Geen pijnlijk wave doen. Oh, de pijnlijke wave. Geen pijnlijk wave. Komt er weg. Zo slecht. Heel kut. Ik was zelfs een dumbo genoemd door iemand. Dat komt misschien wel de hardste aan van alles. Wanneer doe je het onderscheid tussen een konkie en een pijnlijk? Vraag me wel af. Ja, pijnlijk is pijnlijk. En een konkie is echt helemaal compleet iets faalt, weet je wel. Dat je echt, wat ben je nou aan het doen, precies? Dat je niet eens meer snapt wat er gebeurt. Ja. En dan was het wel een pijnlijk, ja. Dat is een lekker nummertje. Ja, die klote. Was dit ook door Ilse de Lange, dit nummer? Of heb ik het nou helemaal... Jawel, toch? Jawel. Dit is voor jou, Timpy. Die mirrorball, toch? Ja, klopt. Het nummer heet wel Miracle, staat hier. Of is dat dan... De eerste keer is een miracle. Oh, nu snap ik het. Oh, kut, goed. Wow, wat deed ik? Staat gewoon voor, Timpy. Lekker. Malsom allemaal, die geeft de suppie weg aan kusje Jinte. Die moet met dat gebalde vuistje zitten nu. Die zit gewoon lekker in de chat en opeens... Zomaar. Uit het niets. Die Malsom allemaal denkt, weet je wat? Deze voor jou. Gelijk op, gaat het nu. Wat dacht je van Maarten, de goed getimede slappe man die op de grond valt met het vloenggeluid en dan valt zet een portemonneetje uit, zet een broentzakkie en hoor je HMM lekker, sorry dat ik laat ben. Dat is New Era, hè? Dat is echt van hoeveel, 20 jaar geleden? Dus sorry, maar ik moet je helaas bannen. Ik kan er ook niks aan doen. Nee, natuurlijk gemist, hè? Dat domme opmerkingen worden geband vanaf nu. We zijn streng geworden. Ja, we zijn streng geworden. Dat moet ook wel af en toe. Het spijt me ook. Ik voel me ook lullig hoor, maar... Kalunk. Oh. Dit is voor jou, Timpy. Oeh.
Ja, dit is hem toch? Ja, het is gewoon easy win. Je bent toch ingekomen, of niet? Inkompotje bestaat niet voor niks natuurlijk. Sommige mensen nemen dat niet serieus ook. Wat? Oh, en ik win toch gewoon dan? Ja, lijkt me wel. Kloek! Ja, boom, boom, boom. Easy win. Toch? Ja, joh, tuurlijk. Als eerste. Rematch tegen deze gozer, joh. Ja, deze wil ik de hele dag rematchen, deze gast. Wow, we gaan echt veel vervelend komen. Hoeveel hadden we hem? We zijn nu bijna de 4.5 gewoon. Gewoon rematchen deze gast, joh. Dat is echt een easy win. Of je dat wil. Dan had je hem nog net dat kansje moeten geven dat hij denkt, oh, als ik nu beter speel, dan kan ik winnen. Maar hij kan nog winnen, want het was gelijk spel. Hij dacht nog dat hij kan, kijk, daar gaat hij gewoon. Hij wil nog gewoon nog een potje deze gast. Dit domineer ik echt. Maar hij stond werkelijk echt een stok voor. Een stok voor, ik had hem bijna weer neer. Eli, daar gaan we. We hebben het nooit aangetikt, toch, Eli? Nee, dit account het nooit eigenlijk aangetikt. Dit is al mijn mappie ook. Hey, hallo. Oh, shit. Lekker. Alweer 16 maanden abonnee. Tijd vliegt als je geen plezier hebt. Hey, dankjewel, Natte Penguin, dat je er al zo lang bij bent. Lekker. Lekker bezig, Team P. Binnen no time meelicht als je zo doorgaat. En jij ook bedankt, Corftopia. We zitten natuurlijk te flauw te doen, maar ontzettend bedankt voor al die suppies en mensen die zo lang blijven plakken ook. Meneer Hoed. Oeh! Oeh! Echt de combo van mijn leven. Lekker. We gaan voor echt een streak ook. Mm, lekker veel liefst van mij. En dankjewel, Coach Casual. Je gaat clean sweep, clean sweep, baby. Oh, kloot ding. Clean sweep zou echt even heerlijk zijn, Tim. Wat dacht je van die disrespect straks? Dat eitje? Ja. Zo'n klonk naar beneden is ook altijd lekker, hoor. Woe! Maar... Oh, dit faalde ik gewoon. Oh, hem. Ik heb hem wel. Clean, sweet baby. Clean. Clean. Kijk, zijn we in de buurt? Wil je op zo'n clean sweep eindigen? Dat is wel een feel good moment. Denk je dat... Nou, hoeveel krijg je er nu bij? Ik krijg nu maar 50.000 erbij. Wat zeg je? Nog één potje of denk je van... als hij wil gewoon als nog een potje. Als hij wil nog een potje. Nog als hij nog wil. Easy point. Clean sweep. Ik neem aan dat hij nu wel denkt van... Puntjes. Ja, we zijn echt ultra clean. We zijn echt gecomboed voor het leven nu. Oh, ik durf nog! Soms gaat hij hier toch ook weg, of niet? Nee. Als hij klaar heeft gedaan, dan gaat hij. Nice. Ik ga nog een keer cleanen. Ik kom weer mijn mappie. Dat is echt easy. Is er niet zo'n ongeschreven regel dat als je twee keer gecleaned wordt, dat je ook echt je spel moet breken? Breken, klopt. Alle muziekjes zijn lekker konkrachten. Gozer die... Alex. Ik zal je helaas nooit meer zien. Je geeft echt zijn munt uit alsof het echt helemaal niks waard is geworden. Van de 4-0 Clay Ansbeek naar de 2-0 VH Street Baby. Geef ze muziekje. This is where we fight! This is where they die! Oh! 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 This is Sparta! Chad leeft weer op.
dat nummertje gestuurd dan. Oké, misschien is dit beter dan het muziekje op de achtergrond. Vind je dit beter? Nee. Hey, dankjewel Alex voor je geldverspilling. Het is wel een droom hoor. Het is nog ver weg de Feed Awards natuurlijk. Maar wat als we wel zo'n 3-0 streak opbouwen? Dan zijn we echt de Undertaker. Ja, 3-0. Oh. Shit, joh. Wat? Ik zit alles tegen zijn klote bij mijn buikje aan. Gaat er dom niet gebeuren, ik ga verliezen. Nee, joh, is er bijna een leven voor. De kloek! Oh, shit. Oh. Ik kom er dan. Oh! Oh, hij dacht dat hij veilig zat, die gast. Kreeg je dan sudden death? Oei, ja, was een sudden death. Goeiemorgen. Dat is een mooi momentje. Oei, 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 wat denkt hij nou? Oh, bijna elite. Wat een mannetje, wat een mannetje. Wil je hem bewaren? Oh, wacht, als hij mij nog een potje gaat, anders kappen we. Oké. Okay. Anders kappen we, anders. Dit is, ik denk niet dat je dit punt nog gaat overtreffen. Nee, echt maar door. Nee, dan kappen wij ook. Dan is het hem gewoon. Ja, goeiemorgen. Peter, dat was schitterend. Dat was schitterend. Hey jongens, bedankt voor de steun. Bedankt voor het kijken allemaal. En tot die volgende keer. Vergeet niet, volgende week E3, jongens. Maar schrap die Bethesda op die programma. Krassig. Welcome the guy with all the surprises. Ubisoft CEO, Yves Guillemot. Hij komt met verrassing. De man met verrassing, hoor. Dan wordt hij genoemd. Jazeker. Het is weer bijna tijd voor de E3. De grootste gamingbeurs op planeet Aard. Waar de meest slijmerige nieuwe spelletjes worden aangekondigd. Zo... En de sompige mannen zullen ook dit jaar traditiegetrouw alle persconferenties streamen tot diep in de nacht. Kan ik zo'n hype krijgen in die kutchat? Geef me zo'n hype in die kutchat. Dit is de planning voor de aankomende E3. Dus pak dat agendatje er maar bij. En krabbel hem maar. Want dit wil je voor geen knaak missen. Dit alles en meer zie je live op twitch.tv/lekkerspelen. Oh, doe maar, mijn keel, ik ben zo ziek.